Breda Nu. Je weet het meteen. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn weer begonnen bij NAC. De eerste training is van start gegaan met alle nieuwe spelers. De spelers en supporters hopen op een goed eredivisieavontuur, maar denken dat er nog wel ruimte is voor versterkingen binnen het team. Het seizoen is weer begonnen. Hoe heb je de zomerstop overleefd? Ah ja, prima. Met mijn eigen club gewoon doorgevoetbald en voetbal op televisie gekeken en nu kunnen we weer beginnen. Klaar voor de Eredivisie? Met deze selectie denk ik zelf eerlijk gezegd nog niet. Maar we zullen zien waar het schip strandt, of er nog spelers bij komen en hoe we beginnen aan de Eredivisie. Wat verwacht je nog qua versterkingen? Ik hoop zelf dat ze er nog in ieder geval een keeper bij gaan halen. En zowel defensief als offensief. En het zou fijn zijn als Manu Garcia terugkomt. Waarom een keeper? Van de week hebben ze Bertrams van Willem II overgehaald. Nou, mijn idee is dat niet niveau Eredivisie. En is dat eigenlijk ver hetzelfde als het niveau van Noppert. Dan vind ik Noppert iemand die zich afgelopen jaren hard heeft ingezet voor de club. Dan zou ik toch Noppert laten staan. Maar als het mogelijk is om een keeper van hoger niveau binnen te halen, dan zou ik daar toch wel voor gaan als NAC zijnde. Voorbeelden? Robin Ruiter lijkt mij redelijk moeilijk haalbaar. Maar ook een Mulder zit nog zonder contract. Dus dat lijken mij leuke spelers voor NAC om erbij te halen. Pasveer wordt ook genoemd. Dat een optie? Brengt in ieder geval ervaring. Iets wat in deze groep hard nodig kan zijn. Dus ook dat is denk ik wel een leuke optie. Hoe ging de eerste training? Voor mij nog niet zo goed. Ik heb binnen nog gerevalideerd. Ik heb nog last van mijn achillespezen. Blijkt toch langer nodig te hebben dan wat we allemaal dachten. Dus ik heb een aangepast programma binnen. Hoe lang verwacht je nog uit de rollatie te zijn? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen met deze blessure. We zijn bezig met een behandeling en we proberen het stap voor stap weer fit te krijgen. Niet zoals op het einde van het seizoen dat we met pijnstillers de boel proberen te rekken en fit te zijn voor die wedstrijden in de play-offs toen. Dus het moet nu wel goed genezen. Dus het is moeilijk om daar een tijdspanne aan te geven. De eerste aankopen zijn binnen. Wat zijn je verwachtingen van hun? Ook moeilijk in te schatten voor mij, maar ik verwacht dat het goede spelers zijn. Ik heb verder geen idee wat voor types het zijn. Dat moet allemaal nog groeien en die jongens zou ik nog beter moeten leren kennen. En wat hoop je zelf qua aankopen er nog bij? Ik denk dat er nog wel wat versterking bij moet komen. Wat ik zelf hoop is niet relevant, denk ik. Ik denk dat we gewoon als team nog wat moeten versterken, simpel. En dat zal vast en zeker gebeuren. Dus je hebt geen voorkeur qua positie? Nee, op dit moment niet. Oké, dankjewel. Graag gedaan.